Dag dames en heren, welkom bij Omroep Zeeland Sport op deze zondag de 13e februari. Met vandaag in de uitzending onder meer voetbal en atletiek. Hoek tegen DVS 33 in de derde divisie. De derby tussen Klingen en HVV in de derde klasse zondag. En de hervatting van de crosscompetitie met de Delta Cross. We gaan van start met Hoek, dat een beroerde eerste competitiehelft afsloot op de 16e plaats in de derde divisie. Met nieuwe spelers, zoals de Belgische oud-prof Gert-Jan Martens, wil de club zo snel mogelijk uit de onderste regionen verdwijnen. En ook Jair Oosterlen, voormalig Nederlands jeugdinternational, is nieuw in Hoek. Net als trainer Lorenzo Stalens, al de vierde trainer dit seizoen op de bank bij Hoek. Zijn opstelling tegen DVS 33 uit Ermelo is als volgt. Achterin zijn Oosterlen en Martens dus nieuw. Mohamed Jabbar Zada zat al bij Hoek, maar speelde weinig en krijgt nu een kans. Maar in de warming-up haakte Ruben de Jager af, waardoor Aaron Verwilligen toch mag starten. Delanoa. 11e minuut wedstrijd. Een kansje voor Aaron Verwilligen. Maar het levert geen doelpunt op. DVS 33 uit Ermelo staat op de 6e plaats. Maakt vandaag nog kans op de eerste periodetitel. En dit is een poging van Stef Nijland, de oud-prof. Maar ook dit levert geen doelpunt op. Dit is het nieuwe technische duo bij Hoek. Links Gabi de Manet, rechts op de rug gezien Lorenzo Stalens, de nieuwe hoofdtrainer. En die zien hier na een half uur spelen de eerste echte goede aanval. En ook de eerste echte goede kans voor Hoek. Maar de bal van Impens gaat naast. Gebeurt weinig in de eerste helft. Dit is Banani. Vlak voor rust naar Delanois. Nog een schot van Baks. Maar zonder doelpunten zien de toeschouwers dat de rust is aangebroken. Hoek keek toch een beetje de kat uit de boom in de eerste helft, want DVS staat bekend als een goede ploeg. En dit is Schalkwijk met Van den Berg. Ook nog Kluiver erbij, Schalkwijk blijft op de been. Bal op de paal en dan de rebound van Isran Baks en dan is de score geopend. 4 minuten na rust, 1-0 voor Hoek. Hoek dat ook wat meer de aanval zoekt in de tweede helft. Schalkwijk blijft tussen twee man op de been. Wacht, kijkt, schiet. En de paal brengt dan in eerste instantie redding voor DVS. Maar op het schot van Baks is Huiskamp, de doelman van DVS, kansloos. Dit is El Ablak. Blijft op de been. Veenhof. Komt de bal bij Nijland. En dat is op het laatste moment nog een redding van Alexander Embrechts, de verdediger van Hoek, op die inzet van deze Stef Nijland. Hier is Veenhof weer. DVS wordt wat gevaarlijker. Komt de bal weer bij Nijland. Maar hij wordt er zelf een beetje moedeloos van. Die bal wil er maar niet in. Impens en Delanois bij de corner. Scrimmage voor de goal. De kans voor Verwilligen op de keeper. Goeie kans voor Hoek op de 2-0. Maar het blijft vooralsnog spannend. Dit is Jair Oosterlen uit Amsterdam. Nieuwe speler bij Hoek. Goeie paas op Steve Schalkwijk. Hij is snel. Hij is koelbloedig. En weer schiet hij op de paal. En dit keer geen doelpunt voor Hoek. Van Hilton. Overtreding van Banani. En dat levert de eerste gele kaart voor Hoek op in deze wedstrijd. Voor Karim Banani. Maar Van Hilton moet er dan af. En DVS heeft al 5 keer gewisseld. En komt dus met een man minder te staan in de slotfase. Delanois terug op Impens. Ruimte nu voor Hoek. Mooie bal van Impens. En daar is de 2-0, de beslissing. Topscorer Schalkwijk pikt ook zijn doelpuntje mee. De wedstrijd is beslist en op basis van de tweede helft verdient Hoek het om te winnen. Mooie bal van Impens. En Schalkwijk kan er nog net bij, maar hij rondt het beheerst af. En dus kan Lorenzo Stalens tevreden zijn. Want de 3 punten zitten in de pocket. Wordt het dan nog 3-0? Hier is invaller Jardel Constantia. En die bal gaat net voorlangs. Het blijft 2-0. Maar in Hoek zullen ze tevreden zijn. Want de 3 punten zijn binnen. De eerste overwinning sinds oktober vorig jaar. En met de 2-0 overwinning keert de lach weer terug op de gezichten in Hoek. Ja, winnen doet altijd goed. Hè. Het is het beste medicijn als het allemaal niet zo goed loopt. En
Ja, vandaag win je 2-0 en nou, op naar de volgende. Betere start kun je niet wensen, denk ik. Nee, klopt. Hè. Een overwinning thuis, ja, tegen een ploeg die vandaag de periodetitel kan pakken. Dus ik denk dat dat inderdaad een statement is dat gesteld is door de groep. Maar het is vooral de groep die het gedaan heeft. Hè. Want zij hebben het op het veld gebracht en in een goede organisatie die we neergezet hebben. Maar ze hebben 9 punten ervoor gevochten. Ik moet zeggen, in de tweede helft een kwartiertje moeilijk had. Echt waar. Als we 1-0 voorkwamen, dan de kwartier erachter was wat moeilijk. Maar dan weer er tussenuit gekomen en op de tegenaanval dan toch wel die tweede kunnen maken. En dan was de wedstrijd over. Dit was een goede overwinning. Maar is er eigenlijk nog maar één van de velen die we eigenlijk wel willen halen nog in de tweede seizoen zelf. Dus ja, een fijne start. Ja, want hoe kijk jij naar de stand van zaken op dit moment in Hoek? Nou ja, dat we 2-0 hebben gewonnen van een DVS Ermelo dat altijd heel ambitieus is. En eigenlijk een van de, ja, de clubs is die het meeste besteden heeft. Die veel goede spelers in huis hebben. Dus dat we vandaag een knappe overwinning hebben geboekt. Voor nu is het gewoon goed doorwerken met elkaar. En ja, dat we aan een beter niveau gaan komen. Want het was natuurlijk nog niet allemaal, allemaal goed vandaag. Maar ja, als we gewoon hard werken met elkaar. En je hebt gezien, we hebben compact gespeeld vandaag. Nou, dat was wel een basis waarop je misschien straks ook weer wat frivoler kan gaan voetballen. Hoek wint dus, maar Goes verliest opnieuw op eigen veld met 1-3 van Sparta Nijkerk. En Goes wacht al bijna 2 jaar op een overwinning in die derde divisie. 20 wedstrijden zonder zegen. Alle uitslagen van de 7 inhaalwedstrijden op een rijtje. De strijd om de eerste periodetitel werd op doelsaldo beslist en gaat naar Sportlust 46 uit Woerden, dat met 3-1 won van Odin 59. Dat betekent dat er 3 koplopers zijn. Sportlust, FC Lisse en Sparta Nijkerk. En Hoek is 3 plaatsen gestegen, maar het zit allemaal dicht bij elkaar in het rechte rijtje. Goes blijft laatste en ziet VVSB zelfs 1 punt uitlopen. Volgende week spelen Hoek en Goes tegen elkaar. Hoek speelt dan thuis. We blijven in Zeeuws-Vlaanderen voor de derde klasse zondag, waar de derby tussen Klingen en koploper HVV 24 uit Hulst vanmiddag gespeeld werd. HVV 24 ging vorige week voor het eerst onderuit tegen Terneuzen en verspeelde de eerste periodetitel. De ploeg uit Hulst krijgt hier een levensgrote kans via Jasper Sponselee. Maar de bal gaat hoog over. Wat een dot van een kans. Zo'n 300 man publiek bij de derby op Sportpark Malpertuis. Klingen is de nummer 7 in de stand. En hier krijgt Jordi Pardon de bal. En hij schiet op slag van rust via keeper Nick Rijkaard in het doel. 1-0 voor de thuisploeg in de 43e minuut na heel matig uitverdedigen van HVV. Na rust krijgt HVV de bal niet weg. Dit is Rojan Zegers. En zijn schot wordt nog geblokt door Rijkaard, maar de rebound is voor Dries van Putten. 2-0 na 8 minuten in de tweede helft en dan hangt er een verrassing in de lucht. Slotfase wedstrijd. Thomas Leegwater wordt onderuit gehaald door invaller Mats de Rijken. En dan krijgt Klingen nog een strafschop. En Leegwater gaat hem zelf nemen. En doelman Rijkaard is kansloos. Eindstand 3-0. Klingen viert feest. Koploper HVV 24 leidt de tweede nederlaag op rij. En dat betekent dat Groen-Wit nu alleen bovenaan staat in de derde klasse A. HVV zakt naar de derde plaats. Klingen komt dichterbij. En stijgt van de 7e naar de 5e plek. In het bekertoernooi waterpolo heeft de Zeeuwse kust voor een verrassing gezorgd. De ploeg uit Vlissingen won met 9-5 van het IJ uit Amsterdam, dat een divisie hoger speelt dan DZK. Bas van Houwelingen hier op archiefbeeld nam maar liefst 7 van de 15 treffers voor zijn rekening. Waardoor DZK zich geplaatst heeft voor de kwartfinale van het bekertoernooi. De volgende tegenstander daarin is nog niet bekend. Het was voor de Walcherse ploeg de eerste wedstrijd sinds lange tijd. Want in de competitie kwam de inmiddels nummer 3 uit de tweede divisie nog niet in actie. Tijdens de lockdown lag de crosscompetitie atletiek natuurlijk ook stil, maar die werd dit weekend weer hervat. De resultaten van de eerste 3 wedstrijden blijven gewoon staan en nu kunnen de laatste 4 crossen gelopen worden. De Delta Cross in de boswachterij op Schouwen is de eerste daarvan. Het commentaar is van Mark Rijk. 300 deelnemers van start in de 49e Delta Cross. Onder een prachtige, stralende blauwe hemel wacht er een parcours van 10 kilometer met korte, steile, pittige heuveltjes in de bossen van Westerschouwen. Na 2 maanden zonder wedstrijden pakken heel veel lopers weer het momentje om een cross te lopen. Na 2 kilometer op het eerste serieuze klimmetje zien we Erwin Harmers uit Middelburg aan kop.
En hier proberen Erik Wolfert uit Sommelsdijk en Sander Post uit Terneuzen de aansluiting bij de twee leiders te krijgen. Bij de vrouwen pakt Laurie van den Berg uit Sommelsdijk meteen een gat naar de nummer 2. Met de gele handschoentjes zien we aankomen de Vlissingse Monica Sandersen. Probeert zigzaggend naar boven te gaan. Daarachter is het dan Monique Verschuren uit Ierseke die al een flink gaatje moet laten op de eerste twee. Na ruim 4 kilometer zien we dan twee leiders. Het zijn de Zuid-Hollanders Wolthuizen en Wolfert die Harmes en Post achter zich hebben gelaten. Wolfert lijkt het zwaar te hebben, maar kan Wolthuizen nog goed bijbenen. Dan daarachter de twee Zeeuwen op dit loodzware parcours. En dat het zwaar is... dat blijkt wel. Nou lijkt dit een verdwaalde hardloper, maar dat is er zeker niet. Dit is de leider in de crosscompetitie, Younes Titan uit Dreischor. Hij maakt er vandaag een trainingsloop van. Dan bij de dames nog altijd eenzaam alleen op kop, Laurie van den Berg uit Sommelsdijk. Zij heeft haar voorsprong met Sandersen nog veel meer verruimd en dat gaat al richting de minuut. Harmes en Post liggen nog altijd op plek 3 en 4 en Harmes lijkt wat afstand te nemen, maar hoe is het voorin? Zijn Wolfert en Wolthuizen daar nog bij elkaar? Het antwoord is nee, want hier is Yannick Wolthuizen. Hij heeft de leiding gepakt op Wolfert en kan naar de overwinning in deze Delta Cross. Yannick Wolthuizen, 4 keer al Nederlands kampioen duathlon, dus hardlopen gecombineerd met fietsen, wint deze Delta Cross. Erik Wolfert laat zien dat hij blij is met zijn tweede plek. Een handje en een grote glimlach. Wie wordt dan de eerste Zeeuw? Dat is Erwin Harmes uit Middelburg. Hij heeft Post toch nog van zich af weten te schudden. Ze pakte meteen de leiding en die staat ze niet meer af. Laurie van den Berg uit Simmelsdijk wint deze 49ste Delta Cross. Op de tweede plek Monica Sandersen uit Vlissingen. Monique Verschuren uit Ierseke wordt uiteindelijk derde. Na 2 maanden eindelijk weer een wedstrijd voor de crosscompetitie. En daar hebben veel hardlopers weer van genoten. Ik denk dat iedereen hier in Zeeland en daarbuiten ja, het hardlopen toch wel, of de wedstrijd hardlopen toch wel gemist hebt, denk ik. Hoe heb jij het gemist? Ja, ook wel. Ja, je moet voor jezelf trainen, dus je moet steeds die motivatie vasthouden voor jezelf. Ja, Younes Titan uit Dreischor werd 5e in de Delta Cross en hij blijft bovenaan staan in het tussenklassement. En bij de vrouwen werd Derby Meiboom uit Vlissingen 5e. Ook zij blijft bovenaan staan in de stand na 4 wedstrijden. En de volgende cross is komende zaterdag in Westdorpen, de Scheldesportcross. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Volgende week is er weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport. Ik wens u nog een hele fijne zondagavond.